We gaan dus nu hier in Paramaribo voor jullie een nummer spelen. Een Surinaams nummer. Van Suriname zelf zijn we wel gaan houden. Dus iedere gelegenheid, dat we iedere kans die we krijgen om daar langs te gaan, die grijpen we aan met beide handen. Dit is dan speciaal voor jullie. Heerlijk eten, natuurlijk. En swingende muziek. Misschien, misschien af me. Mirai no mo so bad to me, ba. Mirai no mo bad to me. Mirai no mo so moeilijk, ba. Kaseko, moet ik zeggen. Dat hebben we hier ook geleerd. Hoe de los no mo long to me, ba. We hebben onderricht gekregen van Marcel Balsemhof, een autoriteit op dat gebied hier in Suriname. Je mag het gewoon even verder. De blaas is nog niet goed. Dan, dan blijkt weer hoe eenvoudig eigenlijk alles wordt als het over muziek gaat. Als je samen kan spelen, dan zijn de verschillen op hun kleinst. En dat is goed. Echt niet slag voor een bagra, man. Laat Karoze nooit doen. Nou ja, waardoor we ons ook wel weer een beetje verwant voelen met de beleving rond Lieve Hugo, is dat die echt heel populair was bij de mensen. Ik bedoel, je kan hier in Suriname niet beginnen over Lieve Hugo, of iedereen begint te knikken en begint wel een liedje van hem te zingen. Of... Komt een groot concert in het Concertgebouw. 2008 en er worden allerlei Nederlandse en Surinaamse artiesten gevraagd om Kaseko muziek te brengen. En dan, als het zich zo doorzet en wij worden uitgenodigd om mee te doen, dan zullen we zeker 1 of 2 of 3 Kaseko nummers gaan we zeker spelen daar. Graag zelfs. Hey, man, I'm going to be a boss.